Oké. En nou? Yes. Hoe deel jij je leven in mastermind technisch? Wat betekent mastermind? Mastermind, ja, dit is een oude uitvinding. Ja. Hij is opgeschreven voor het eerst, tenminste zo heb ik het begrepen, door Napoleon Hill. Napoleon Hill is gevraagd door Carnegie Hall om te onderzoeken hoe de meest succesvolle mensen eigenlijk succesvol waren geworden. Oké. Okay. Heeft hij vastgelegd in een boek. En dat boek is heel succesvol geworden. En Napoleon Hill is eigenlijk nooit echt veel wijs van geworden. Maar een van de dingen die daarvoor kwam was een mastermind. En zoals hij dat omschreef, was het niets meer dan dat de minds bij elkaar kwamen en daar een nieuwe mind uit ontstond die groter was dan individuele minds die aanwezig Carnegie waren. Carnegie Hill is 1911 of zoiets? Ja, dat is wel ergens rond die tijd. Ja. Oh, ja. In de 1900, in het begin 1900, zeg ja. maar. En, ja. het is niet meer dat mensen bij elkaar komen die zich realiseren als we bij elkaar zijn, dan ontstaat er iets wat mooier is en beter is dan als ik dat alleen doe. Ja. En in de moderne tijd is het, ja, dat je, vind ik dat je als ondernemers bij elkaar komt. En ook niet een gekocht programma. Want ik vind een mastermind is gewoon als groep ondernemers komt bij elkaar. En dat doe je uit wederkerigheid. Je geeft elkaar kennis, inspiratie en informatie. En je tikt elkaar de vingers op het moment dat je zegt van, oh, wacht even, volgens mij heb je dat eerder van je gehoord. En ga je dat misschien nu anders aanpakken of niet? Of hoe we van plan op te lossen? En praktisch gezien, hoe ziet je leven eruit met de mastermind? Ja, dat was altijd. Maar hij is gestopt. Hè? De mastermind is gestopt. Ja? Ja, na 8 jaar is hij gestopt. Hij heeft ook gevarieerd, zeg maar. We zijn begonnen met 4 mensen. Op een bepaald moment waren er 5. En de laatste 5 jaar, denk ik, waren we met z'n 3. Ja. En dat was eigenlijk dat we 1 keer per kwartaal bij elkaar kwamen om fysiek te ontmoeten en de plannen door te nemen voor de komende tijd. En te zeggen wat de afgelopen tijd gebeurd was. En tussendoor met Skype ook nog elkaar te hoog te houden, zodat je bij de les blijft en je doelen die je hebt gesteld ook werkelijk realiseert, dat je een soort accountability hebt aan je mensen om je heen. En ook, kijk, als ondernemer, je bent heel vaak alleen. Ja. In jouw geval, jouw man werkt in je bedrijf, dus dat is nog iets anders, denk ik. Dus je zal thuis een keer praten over het werk. Ja. Maar als ik dat doe, dan snap mensen dat niet zo goed. Want dat zijn werknemers meestal de omgeving. Mm-hmm. En dat hebben veel ondernemers. Veel ondernemers hebben werknemers in de omgeving. En hebben dus niet ondernemers die hun begrijpen in hun omgeving. En dat doet een mastermind. Die zorgt ervoor dat je en mensen... En wat heeft het je gebracht? Nou, en gebruik je het nog steeds? Ja, want ik zeg... Want ik ken het natuurlijk. Het zijn volgens mij jaardoelen, maanddoelen, weekdoelen. Ja, maar, ja, kwartaal, maand, week. Oké. Okay. Ja. Heb je ook dagdoelen? Ja, ik wel, ja. Ja. Net als veel mensen, denk ik. Maar ik heb er nu maar 3. Dus ik heb elke dag 3 acties die ik maximaal wil doen. Ja. En dat zijn de 3 belangrijkste dingen die ik moet doen om mijn einddoel te realiseren. En eigenlijk is het meer een proces voor mij geworden dan dat het doelen om de doelen gaat. De doelen waren voor mij uiteindelijk lastig. Want ik haalde ze bijna nooit. Oké. En maar wat heeft het je gebracht? Ja, eigenlijk dat ik ben blijven ondernemen. Mooi. Ik denk, als ik het niet had gedaan, dat ik het nooit gehaald had. Mm. En al is 1 mastermind waar ik in is gestopt... Ja. We waren in mei met z'n 3 in New York. Wat een hele bijzondere vraag. Ja, dat is echt heel bijzonder. Ja. Maar ja, daarna was het ook voorbij. Dus dat was de andere kant. Ja. En niet door New York. We ontdekten gewoon dat er toch veel verschillende fases hadden in het bedrijf. Waarbij het samen niet naar zo paste. En ik zit nog in een mastermind met 2 Amerikanen. En we gaan een nieuwe mastermind starten. Ja. Die zal denk ik eind februari, begin maart. Nee, eind maart zal die starten. En de eerste bijeenkomst zal begin april zijn waar we op pad gaan. We willen 1 keer per jaar ook weg uit Nederland. Wat leuk. En volgens mij was het Benjamin Franklin die het ooit is gestart. Dacht ik hoor. Het zou maar zo kunnen. Dacht ik. En dat zei er een beetje op. Maar ik niet zeker, ik moet even googlen. Ja, dat weet ik ook niet. Voor mensen die wat meer willen weten over mastermind doelen en dat soort dingen. Heb je nog een bepaalde site waar ze... Ja, ernohanning.nl uiteraard. Ja, ernohanning.nl. Er is gewoon een blog over, een blogpost moet ik zeggen, over een mastermind. En wat zijn de zoekwoorden, denk je? Als je mastermind typt, ernohanning, dan vind je hem zeker. Oké, dank je. En laatste vraag. Wat is je voornaamste doel voor 2019? Voornaamste doel is doorzetten waar ik mee begonnen ben in 2018. En dat is ademen? Nou, dat uiteraard, hoop ik, maar dat deed ik al veel langer. Nee, maar in 2008 ben ik begonnen met business coaching en dat ga ik gewoon nu doorzetten. Mooi. En ik vind het te leuk om weer iets nieuws te starten nu. Oh, fijn. En ernohanning.nl? Yes. Goed jaar. Ja. Yeah.